Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom hier in de Fortuna Hall in Delft. Waar we straks gaan kijken naar de allerlaatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Fortuna Delta Logistiek, PKC SWK Groep. Naast mij de heren Kalkman en Scholtmeijer. Tom Kalkman als analist van vandaag en Wim Scholtmeijer de bondscoach. Ik kom zo bij jou terug voor een interview. Vanmiddag hebben wij Fortuna A1 tegen Groen-Geel A1 uitgezonden. Het was 20-19 voor de A1 die dus op 1-0 voorstaan en volgende week naar Wormerveer toe gaan. De andere wedstrijd in de play-off van de A1 was tussen Dalto en Oranje-Wit. En Delta heeft Dalto gewonnen. Wim, ja. Welkom. Dankjewel. Super leuk dat je er bent. Van de week vroeg ik jou van goh, ben je toevallig in Delft om in te interviewen? Zei je iets heel leuks over ons? Wat heb je precies gezegd tegen mensen? Kan je dat nog iets herhalen? Ja. Dat ik de kwaliteit van jullie stream een van de betere vind van de league. Dus ik vind het erg prettig om naar jullie te luisteren. Ik vind jullie een mooi stel met z'n tweeën. Met een mooie afwisseling tussen goede informatie, goede vragen stellen en een klein beetje boulevard. Dat vind ik prima. Mooi. Van de week op Facebook kondigde jij aan om je kijkers zeg maar meer te betrekken bij wat jij doet als bondscoach zijnde. Ja. Toen gaf je aan van god, dan mag jij beginnen. Ja. Dus ik sta hier, dus kom erop met je vragen. Eerst wat ik met jou over wilde hebben. Detlef Elewoud is aangesteld deze week als bondscoach voor België. Ja. En op Twitter zei je, goede zaak. Ja, kijk, het is natuurlijk een topcoach. Laten we eerlijk zijn dat hij hier met PKC nog eens 2 jaar Korfbal League meepakt. Dat is alleen maar bonus. En ik denk dat het zeg maar in België de beste kandidaat is. Dus ik ben er heel blij mee. Ja. Maar praat jij dan ook vooral uit concurrentie, uit zo'n idee bedoel je? Ja, absoluut. Ik neem hem heel serieus. Ik vind hem heel sterk. Zeker op strategisch vlak om een plan te verzinnen om de Nederlander te verslaan. Daar is hij gewoon heel erg goed in. Hij heeft me al een keer verslagen en daardoor verdient hij alle respect. Ik kom er niet aan om over mijn eigen club te praten. Sinds jaren hebben wij, als Fortuna zijn, weer de play-offs behaald. Heb jij in het begin van het seizoen voorspeld? Ja, klopt. Ik vind Fortuna een mooie mix tussen jong en ervaren. Het is wel zo dat je bent natuurlijk altijd afhankelijk. Ik had LDODK wel in de play-offs gezet en Blauw-Wit niet. Nou, de ene valt tegen en de ander doet het ook heel erg goed. Fortuna die sneakte zo mooi tussendoor. Op dit moment nog op plek 3. Ik denk dat het gewoon heel knap is wat ze gedaan hebben. Maar waar zit vooral de kracht volgens jou van de prestaties van Fortuna van dit seizoen? De groeimogelijkheden. En dat zie je eigenlijk gedurende het seizoen, zeker in de slotfase. Dat ze gewoon steeds beter worden. Veel spelers waar nog gewoon veel rek in zit. Maar als ik dat vergelijk met andere seizoenen of andere clubs, Dan moeten ze zeg maar in vorm komen. Maar in dit geval bij Fortuna heeft het vooral ook te maken met gewoon steeds meer kwaliteit krijgen. Degene die het meest opviel qua prestatie was, dan in negatieve zin, is LDODK. Ja. Wat is daar in vredesnaam gebeurd? Ja, dat is lastig om vanaf de buitenkant daar iets over te zeggen. Wat gewoon duidelijk zichtbaar is voor mij is dat het samen maakt het niet meer dan dat het individu opgeteld wordt. De som is meer dan de. Ja, je weet het, hè? Ik snap wat je bedoelt. Je snapt het. Het. Vanaf de buitenkant is heel erg van, jij mag het even proberen, dat lukt niet. Dan mag Tom het even proberen, dat lukt ook niet. Dan mag ik het proberen. En ik mis het echte samenspel waarin het elkaar gaat versterken. Dat heeft eigenlijk het hele seizoen. Is dat overeind gebleven? Plus het feit dat ze veel onnodige fouten gemaakt hebben. Heel vaak balverlies zonder doelpoging. Dus als je naar de cijfers kijkt, ze schieten het meest. En ze schieten ook nog eens het hoogste percentage. Ja, dan kan het niet dat je een wedstrijd verliest. Dat is bijna onmogelijk. Dan kan het alleen maar als je heel veel individuele fouten gemaakt hebt. En dat blijkt dus ook. Het is wel zonde. We hebben zoveel topspelers die we zo meteen niet in de play-offs gaan zien. Hè? Zeker. Aan de andere kant mooi voor clubs als Fortuna, maar ook een Blauw-Wit die het gewoon ook heel goed gedaan heeft dit seizoen. Plek 9 gaat het vandaag ook nog echt om in de Korfbal League, de laatste wedstrijd van de competitie. Toch wel opvallend dat DVO daar weer in die zone terecht komt. Ja, kijk, ze hadden gedacht vorig jaar met het aanstellen van Ben dat een miraculeuze wijziging in één keer goed bleven ze erin. En dat zouden ze dan dit seizoen wel doortrekken. En eigenlijk blijkt dus dat ze tegen dezelfde problemen als vorig seizoen aanlopen. Dat is opvallend en heel teleurstellend voor ze.
Aan de andere kant kun je ook zeggen dat, dat KCC het gewoon buitengewoon goed gedaan heeft. Met eigenlijk een, ik zou niet zeggen een simpel spel, maar wel gewoon een heel duidelijk spel. Waar mensen echt naar hun echte topkwaliteiten neergezet worden. En het ook gewoon doen. Hè. Twee spitsen die het fantastisch doen. Rebounders die het geweldig doen. En eigenlijk de rest die dat probeert aan te vullen. Ja, enorm respect voor wat KCC dit seizoen gedaan heeft. Dan heb jij het vooral over de spitsen Meerkerk en Dekkers. Waarvan ik Meerkerk eruit wil halen. Meerkerk neemt niet eens stippen, die staat al bijna op 100 goals. Ja, dat is een buitengewoon talent. En je ziet ook zeg maar, in de schotverdeling over het hele vak dat hij 90% aan neemt. Dus het spel is ook wel echt volledig daarop gericht. Moet ook afgemaakt worden en dat beloont hij elke week weer. Dus ja, dat is dan niet zo moeilijk ook, wat je dan gaat spelen. KZ die een hele nieuwe ploeg heeft. Maar het op het einde van de competitie echt heel goed doen, hè? Ja, dit is een beetje vergelijkbaar voor mij als met Fortuna. Van veel groeimogelijkheden. Plus het feit dat, dat ze bij KZ een weg ingeslagen zijn die voor mij echt voldoet aan, als je het hebt over topsport, is gewoon veel meer trainen en meer arbeid leveren dan de rest. Ik denk ook niet dat ik iets gek zeg als je puur naar de individuele kwaliteit kijkt, dat ze minder zijn dan bijvoorbeeld hier bij Fortuna. Maar ja, door heel veel tijd en energie in te steken met elkaar, zie je dat ze gewoon ook gedurende het seizoen gewoon beter worden. En zeker in de slotfase. Nog één ding, voordat wij moeten afronden. Ik heb eens even van de week in de statistieken ben ik even gedoken. Dan heb ik het met name over het aantal goals wat in de league gemaakt wordt de laatste paar seizoenen. Voor mijn gevoel was het namelijk al zo dat we steeds minder gingen scoren in de league. En doordat ik het ben gaan opzoeken, ben ik daar ook in bevestigd. Want dit jaar hebben wij in de league met z'n allen, maken wij 225 goals per speelronde. En dat wordt elke jaar wordt het allemaal maar weer minder. Ja. Hoe kan dat? Ja, door, als je kijkt naar Fortuna, dit seizoen, die zijn blij dat ze de 25 gemaakt hebben. Ja, en die hebben, wat wel trouwens heel knap is, want dat moet ik toch een heel klein beetje voor mijn eigen club opnemen. Al 8 keer ploegen onder de 20 goals gehouden. Ja, dus moeten ze verdedigend het goed doen. Ploegen als Avanti maakt ook niet veel goals. Dus dat weegt wel mee. Hè. Dus als je naar de totale aanvallende kwaliteit van de 10 ploegen pakt. Dan zie je dat daar naar beneden toe wat uitschieters in zitten. Maar over het algemeen, als ik naar de league kijk, wordt er steeds beter verdedigd. Daardoor zie je dat de aanval wat meer naar structuur gaat zoeken, naar iets meer controle. Maar de verdediging is de basis dit seizoen. En dat denk ik dat Fortuna daar een prachtig voorbeeld van is. Ik vind top, heel sterk verdedigend. Dat is iets wat een goede ontwikkeling is en weer voor de aanvallers om daar andere strategieën te verzinnen om daar weer onderuit te komen. Verwacht jij dan dat dan de aanvallers daar zeg maar weer andere strategieën tegen gaan bedenken om daar onderuit te gaan komen? Dat mensen nog meer allround moeten gaan worden? Nou, kijk, bijvoorbeeld? De oplossing van het probleem laat ik aan de clubs zelf. Ik heb daar zelf al mijn ideeën over. Natuurlijk denk ik meer in afwisseling en denk ik meer in dynamiek. Het is een beetje een natuurlijke beweging. Nu is verdediging weer een beetje is weer in het overwicht. En dan zul je aanvallend weer een aanpassing zien. En dan krijg je weer verdedigend, et cetera, et cetera. Dat is een normale gang van zaken. Dankjewel voor nu. Ja, graag gedaan. Zometeen na de wedstrijd komen we bij jou terug. Want dan gaan wij praten met z'n drieën over de aankomende play-offs. Want dan is alles bekend, hè? Ja, zeker, ik ben heel benieuwd. Dankjewel voor nu en tot zometeen.